Stiekem vind je het natuurlijk heel spannend dit. Dit is fucking spannend. Oh wacht, heeft Lotte Goos op of? Gaat hij nou kijken? Ja, ja, hij zit helemaal te kijken. Kijk. Hij heeft echt ziek ego, jongen. Gast, ik wil niet heel veel zeggen. Deze gozer gaat me goed merken. Geen grap. Ga je doen? Ja, hij pakt je scooter. Gast, wat doet hij? No, this is not good. We need very much Berry Juice Future Funk Disco. We leven nog. Yes. Zij kijken nog. En ik heb er steeds meer vertrouwen in. Ja. Ik heb er zelfs een beetje zin in. Ik heb zelfs zin in vandaag. Dit is Robin Hood. Het programma waarin wij de rijken pakken die het geld op een oneerlijke manier hebben verdiend. En dat geld gaan wij weer teruggeven aan de armen. Ja, het geldt nog steeds. En wij bepalen niet het goede doel. Nee, dat bepalen jullie thuis. Achter je computertje kun je lekker zelf in de comments achterlaten aan wie jij het gunt. En dan kunnen wij iemand uitkiezen die het meest naar voren komt. Wel zo eerlijk, het meest hebben gelden. Yes. Dan hebben we het over een goed doel, niet over jijzelf. Wie wordt het nieuwe slachtoffer? We kennen allemaal wel iemand van wie zijn scooter is gestolen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er jaarlijks gemiddeld 7000 scooters worden gestolen. Maar liefst de helft daarvan gebeurt in Amsterdam. Het doelwit laat zich wel raden. We gaan geld pakken van een scooterdief. Hey, flikkertje. Hey, Nut. Ik ben over 5 minuten bij jou. En dan laten we jouw scooter jatten. En daarna blackmailen we die gast. Zijn we goed, plan? Helder. Ben je klaar om je scooter te laten nakken? Jij dacht, we gaan undercover de wacht houden. Ik doe even 2 rode ledlampen in mijn auto. Hou je bek eens. Ik ga toch zo meteen gewoon verdekt opgesteld staan, idioot. Het ziet er wel cool uit. Hey, het ziet er wel dik uit. Dus ik zet hem daar neer. Ja. Laat mijn sleutels, mijn hele leven laat ik aan. Oké, zet dat ding weg. Top. Het wordt zo'n avond, Niels. Het wordt zo'n avond. Oh, er lopen 2 mensen. Ja, van 75, Niels. Die gaan geen scooters delen. Oh, en ons licht begint ook uit elkaar te flikkeren. Ja, maar even maar moeten we die eerlijk. Sowieso niet even uitdoen? Zou je denken, Niels? Oké. Nou. And now we wait. And now we wait. Stiekem vind je het natuurlijk heel spannend dit. Dit is fucking spannend. Het is ook heel spannend. We zitten gewoon godverdomme te wachten dat jouw scooter gejat wordt. Oh wacht, heeft Lotte Goos op af? Gaat hij nou kijken? Hij ziet er wel sketchy uit. Hoezo loopt hij een fucking rondje? Oh, er lopen 2 boeven. 100%. Pak mijn scooter! Ja. Oh. Huh? Ze gaan daar wel chillen. Oké. Oh, ik heb een slim idee. Ik loop daarheen. Ja. Ik zeg tegen die gasten: yo, zijn scooter voor jullie? Ja. Ze nee. Wat dan? Oh nee, sleutels zit erin, maar zo. Oké, ga dan. Dan plant ik een zaadje. Ja. Je plant een zaadje om je eigen scooter te precies. Laten zetten. Is een scooter voor jullie? Sorry, man. Is de scooter yours? No, man, it's not. Because the keys are still in there. But... No, it's not mine. Not yours? No. All right. Van de avond. Het is veel te rustig. Ja. We moeten het dus gewoon midden in het fucking centrum doen, overdag. Morgen een nieuwe dag. Nou, kom maar door. Oh, yo. Nee, niet naar hem kijken, zijn ze 2, hè?
Ja. Ze zitten heel erg te kijken van wie is de scooter. Ze zitten lachen. Ja, ze twijfelen. Ja, ze twijfelen zo mannen. Hij krijgt het niet uit zijn kop. Hij blijft maar kijken. Hij heeft in zijn hoofd heeft hij hem al 15 keer gestolen. Ik vind het best wel een beetje spannend. Ja. Nee, hij heeft het door, denk ik. Ik keek een paar keer naar ons. Laten we het niet doen, zegt hij. Zo, mijn hart ging wel even... Zo, mijn hart ging even een keer 300. Keer. Zo. Ja, ik denk dat er twee jongens misschien wel een kwartier naar de scooter hebben staan staren. En ze waren zwaar in overleg. En ze hebben volgens mij besloten nu even niks te doen. Maar ik verwacht dat ze misschien zo terugkomen met versterking. Ja, want ze waren ook in contact met anderen. Ja, ze bleven maar naar die scooter staren. Ik heb niet het idee dat ze het hebben opgegeven. Oh, wacht. Oeh, deze zit ook te kijken. Oeh, dit is me filmen. Let op. Het gaat niet gebeuren. Nee, toch? Nee, deze toch? bollet. Nee, dit wordt hem. Doet hij het? Ja. Komt hij? Hij weet het niet. Hij twijfelt als een malle. Heb je hem in beeld? Ja. Ja, dat gaat niet. Nee. Gaat hij echt? Hij loopt er weer voorbij. Ah, maar toch ook niet. Toch ook niet kijken. Hij staat er weer. Oh, hij zit zo te trillen. Ja. Gaat niet. Ja. Hij gaat het doen. Oh, joh, schijnbeweging. Jongens, wat is dit? Schijnbeweging. Ja, hij zit helemaal te kijken. Kijk. Hij heeft echt zieke erg, jongen. Zieke. Over die scooter. Ja. Ja, hij wordt helemaal gek. Nu gaat hij doen. Ja, en hij pakt de sleutel. Hij heeft de sleutel. Yo! Heb jij die sleutel toevallig gepakt? Ja. Ja. Maar ik wil niet op film. Nee, ja, dat snap ik dat je niet op film wil. Ik wil even de sleutel dus. En de vrijwillige een paar uur voor het goede doel. Nee, ja, kijk, ja? Wat we kunnen doen. Ja? Nee. Nee, maar dit is goed. Dit gaat snel. Dit was het plan niet, Niels. Dit was het plan helemaal niet. Wat wil je? Ga maar achter de handen. Hoe wilde jij het nou? Ja, gewoon iets relaxen. Oké, luister, we hebben je dus nu op film. Ja. Je kan jezelf afkopen. Ja. Want nu hebben we geen afspraak gemaakt. Nu hoeven we hem niet te blurren. We hadden er wel iets meer uit kunnen halen. Wat had je dan eruit kunnen halen? 3,10 euro. Goed, Martijn. Nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo is het. Wat hebben we nou geleerd? Nou, dat het weer nu niet mee zit. S'nachts werkt het niet. En we staan nu in het centrum van Amsterdam. Dat betekent dat je niet zo mobiel bent met een auto. Dus die hebben we even geparkeerd. Ja, hebben we jouw scooter voor in de plaats. Dus we hebben nu twee scooters. Eén van mij die wordt gestolen, hopelijk. Ja. We zetten hem daar een beetje in de drukte waar ook wel een beetje de junkies en een beetje de sketchy motherfuckers langs lopen. Ja. De scooter gaat heel langzaam, dus die hebben we zo ingehaald. En mochten ze nou echt wegkomen met een scooter, dan hebben we natuurlijk... Een GPS-trekker. Gast, het kan niet fout gaan. Dus het verhaal is simpel, of we gaan met de beelden naar de politie. Of je print 50 euro voor het goede doel. En dan blurren we je. Precies. Nou, waterdicht. En ik wil een paraplu. Dit is echt een grap van de eeuw. Dan ga je een scooter stelen. En dan... Oh nee! Nee, je komt niet ver. Nee, ik kom zeker niet ver. Zo. Deze laten we erin. Oh, ben ik nou vergeten mijn scooter op slot te zetten? Oh nee, ik hoop niet dat mensen doorhebben dat mijn scooter nu open staat. Met de sleutels erin. Toch wel een beetje een raar gevoel dit. Mijn scooter kan wel gewoon echt weg zijn. Hoi, Henkie. Hey. Hey, schat. Is een afleidmanoeuvre. Dit werkt vaak in duo's. Yeah. Die leiden dan de eigenaar af met een hond. En dan worden we echt kaart gedaan in het eigen programma. Die daar GPS-trekker op staan. Ik vind het echt ongelooflijk hoe lang het duurt voordat ze überhaupt door hebben dat de sleutels in zitten. Ja, maar ja, hoe vaak kijk jij daarnaar? Ja, echt elke minuut op. Kijk deze gozer. Deze gozer zit er door. Nu moeten wij niet. Loop door. Loopt hij door? Ja.
Maar die zat, maar echt te loeren. Die zat echt te loeren. Je ziet het nu ook betwijfelen. Ja, okay. Ja, ik had het mee kunnen nemen. Maar het is ook een toerist. Is het toerist? Hij zit van afstand hier naar mijn scooter te kijken. Ja? Loopt hij terug nu? Ja, ik durf niet te kijken. Hij loopt weer langs de scooter. Ja? Echt? Hij staat weer langs de scooter. Oh, hij is echt aan de posten. Oké, okay, nu word ik een beetje nerveus. Oh, hij is... Oh, er staat nog een gozer bij. Gast, ik wil niet heel veel zeggen. Deze gozer gaat mijn scooter nakken. Geen grap. Wat ga je doen? Ja, hij pakt gast, hij pakt mijn scooter. Maar ik kan er nu al heen dan, toch? Ja, rennen, pak hem. Ja, goeiedag. Dit is niet jouw scooter, hè? Nee. Waarom pak je hem dan? Dat je mijn scooter kon meenemen, omdat die open stond. Ja, maar dan ga je er maar even af. We zitten namelijk met een programmaatje. We proberen geld op te halen voor het goede doel. We kunnen twee dingen doen. Of je pint 50 euro, of we gaan even naar de politie. En dan kunnen we even uitleggen wat je hier zojuist hebt proberen te doen. Oké, dan blijf je maar even hier. En ik heb hier een pinautomaat en dan kunnen we gewoon die kant op lopen. Okay. Kom maar even mee. €50. Ja? Ja, mag weg. Dat was tering awkward. Dat was echt heel ongemakkelijk. Deze geus stond te trillen op zijn benen. Ik vond het echt zielig. Ik vond het ook bijna zielig. Het was echt heel zielig. Dat was helemaal een shock, joh. Dat was helemaal maar was het maar ook niet helemaal 100. Zag je hoe die bij de scooter probeerde weg te halen? Ja. Hij wist... Nee. Of het lag aan mij? Nee. Maar dit was heel raar. Maar hij keek ook heel raar. Hij keek stoned uit zijn ogen. Kijk, nou, heel skaffa. Wij hebben een downie opgelicht. We hebben 50 euro voor het goede doel. Hij is wel binnen. Ja, ik had echt verwacht dat... Oké, nu komt de agentie, maar hij blijft op de scooter. Sorry, ja, ik zit fout. Ja, gaan we pinnen, is goed. Dat is gewoon een beetje lullig of zo. Nou, oké, maar hij gaat wel in de pot. Yo, dat was allemaal weer. Laat even weten in de comments wat je ervan vond. En vergeet niet te abonneren. Nee, want we hebben natuurlijk nog steeds de activatie bij 425.000 abonnees. Gaan wij aan de truffels. Yes. Dus vooral even doen en spread the word. Ja, spread the word, deel met je vrienden. Tot volgende week. Ciao. Hala.